Een hele goede middag. Welkom bij Harmen en Klussen met Keukens. Ik zal even een rondleiding geven door onze nieuwe keuken. Een deel van de keuken staat hier. Kijk, hier staat een koelkast, een inbouwkoelkast. Een echte Philips. En dan staat hier een vaatwasser. Tadaa! Een heuse vaatwasser. Maar die staat nu nog in onze douche. Dat is dus niet helemaal de bedoeling. Dan staat hier helemaal in zijn eentje de inbouwvriezer. Met drie laadjes. Een echte Ignis. Dat is dezelfde die we nu al hebben. Dan staat hier één bovenkastje. Met een koffiezetapparaat op. En hier staan zijn broertjes. Nummer 2 en 3. Hier staat het keukenblad. Tadaa. En daar is een beetje wat treurigs mee gebeurd. Tijdens het transport. Ik liet hem omvallen. Terwijl hij ergens tegenaan stond. En als je goed kijkt. Even kijken. Zie je hier een scheurtje. Nou is dat niet onoverkomelijk. Maar wel een beetje jammer. Dan hebben we hier. Het andere deel van het keukenblad. Waar de afvoerbak in komt. En dan hebben we hier onze prachtige keuken. Hij is vrij enorm. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Hier komt de koelkast en de vriezer. Of andersom, dat weet ik niet. Dan komt hier het keukenblad. Zie je dat? Hier komt het gasstel. En dan komt hier, zoals je ziet, de afvoer. En kijk, hier in het hoekje gaat het een beetje mis. Want dit blokje staat in de weg. Dus of we moeten hier zo iets uithakken. Maar zoals je kan zien is het tegeltje ook ietsjes hoger dan dit. En als we ons keukenblad nu erop leggen, komt hij tot hier. Als we dit wegbreken, dan vraag ik me af of hierachter of daar nog wel tegels zitten. Dus het kan zijn dat je dan hier zo'n gat hebt. Dus misschien, ja, misschien moet in ieder geval het nieuwe keukenblad deze hoogte hebben, want hier lopen de tegels ook maar door tot daar. Zie je dit? Dus als we de keuken nieuwe keukenblad lager leggen, hebben we een klein probleempje. Nou, met de gas gaat het aardig goed. Je hoeft maar een heel klein stukje langer, tot hier ongeveer. En kijk, die kranen die sluiten best wel aardig aan. Hier zitten, aan de nieuwe zitten flexibele units. En die zouden we daar zo kunnen aansluiten. Maar dan moeten we alleen niet verzinnen dat als we deze afhalen, dat we dan niet een heel lelijk gat hier in de muur hebben. Wat nog meer? Oh ja, nog een klein probleempje. Hier loopt dus ons keukenblad zo. Tot hier ongeveer, iets meer hier. Maar kijk, hier geen tegels, hier wel tegels. Dat gaat dus niet helemaal goed. Want dan sluit je werkblad niet aan. En dan, als je dan gaat schoonmaken, dan loopt er allemaal water achterlangs. Dus eigenlijk moeten we hier even een vlakje van 5x5 tegels tegelen. Witte tegels. Ik weet niet of dat echt goed gaat. Maar dat, nou, moeten we over nadenken. En dan hebben we hier aan de muur komen drie wandkastjes. En een afzuigkap. En nog drie plankjes. Oh, en dan nu de grote wisseltruc nog, voordat ik het vergeet. Kijk. Hier officieel rechts, daar zo, zou de wasmachine, afwasmachine, vaatwasser komen. Maar dat is een beetje smal. En ook als dat hoekje weg is daar in de hoek, dan is het nog steeds maar 50 centimeter. Terwijl de wasmachine toch echt 60 is. Maar dit kastje is 60 centimeter. Nou, tadaa, tadaa. Ik denk het dus over om dit kastje te verwisselen voor de vaatwasser. En deze, kijk, als je goed kijkt, heb je hier een wandje, daar een wandje, daar nog een wandje. Waarom ze dat doen, weet ik niet. Maar hier past een la in. Dus wellicht kunnen we vrij gemakkelijk dit kastje inkorten tot hier. Dan is die 50 centimeter en plakken we die daar in de hoek. En dan moeten we alleen nog wat verzinnen voor het deurtje. Nou, dat was het. Bedankt voor uw kijkgeduld. Dag.